De spelers komen de trap af, die van VVV en Willem II. Een onvoorspelbare wedstrijd vanavond hier in een sfeervolle koel. De nummers 8 en 9 in de eredivisie. En het verschil tussen VVV en Willem II is dus slechts 1 punt. Misschien wordt het vanavond in de koel wel net zo'n spektakel als vorig seizoen, toen deze twee ploegen tegenover elkaar stonden. Want vorig seizoen eindigde de wedstrijd tussen VVV en Willem II in 3-3. Wie tekent daar niet voor vanavond? Daar zien we Seuntjens. VVV de laatste twee wedstrijden verloren. De ene wedstrijd wellicht verrassend tegen Emmen. Een 3-2 nederlaag. De wedstrijd waarin Opoku nog twee keer scoorde. Opoku die vandaag niet bij de selectie zit omdat hij niet fit is. En vorige week natuurlijk de nederlaag voor VVV in Amsterdam tegen Ajax. De wedstrijd waarin Grot zo ongelukkig voor de dag kwam. J-Roy Grot zit op de bank. De opstelling van VVV kent twee wijzigingen. Van Ooyen speelt dus hangend rechts aan de buitenkant. Is de vervanger van Grot en Koem is de linksback. Dat gaat ten koste van Roel Jansen. Voorin van Ooyen, Mlappa en Joosten. De opstelling van Maurice Stijn. En dan nu de opstelling van Willem II. Die kent één wijziging. Dankerlui speelt niet als rechtsbuiten, maar als rechtsback. Omdat Lewis dus geblesseerd raakte op de training. Özbilis keert daarom terug in het elftal. Stond nog in de basis. De wedstrijd tegen NAC. Maakte dit seizoen 1 goal. Özbilis, dat was in en tegen Emmen. Daar waar Willem II met 2-0 won. Want Willem II heeft zijn laatste 4 uitwedstrijden gewonnen. En is dus uitstekend op dreef. Met name in uitwedstrijden. Hier is de aftrap van Seuntjens. En dan zijn we onderweg in de koel. Met de bal richting Joosten. En ook meteen een kans. Zo zeg, dat was een razendsnelle goal geweest. Na 8 seconden krijgt hij de mogelijkheid, Mlappa, om raak te schieten. Het zou niet de snelste goal zijn geweest aller tijden. Die zou nog altijd in handen zijn geweest van Koos Waslander. Danny Post richting de lange Mlappa. Meissner is natuurlijk ook geen kleine jongen. Moet Mlappa wel aankunnen in de kopduels. Alexander Isak kijkt al achterom. Wie is er mee? Het is nog even wachten op aansluiting. Die is er nu. Aardige paas zeg. En een enorme kans voor Crowley. Om Willem II op voorsprong te schieten. Goede redding van Oenerstal. Voortreffelijk gevoetbald door Alexander Isak. Die bal precies op het juiste moment geeft. Het is gewoon een fijne aanval van Willem II. Het levert alleen geen doelpunt op. Vrije trap Özbilis op de knie van Seuntjens. Mlappa, grote passen. Dan komt VVV met 3 man uit. Mlappa! En een fout nog van Wellenreuter, maar hij komt ermee weg. Zo maakt hij een onzekere indruk, de keeper van Willem II, met deze merkwaardige redding. Er zit ook wel een lastige stuit in. Maar dan nog. Opnieuw Willem II. Crowley. Nu kan hij schieten. Dankerlui, Crowley. Was dat geen hands? Oh, in de korte hoek. En een geweldige redding van Oenerstal. Op de uithaal van Vroezaai. Als er al sprake is van hands, opzettelijk hands. Van Seuntjens kun je je afvragen, is het er dan wel binnen? Joosten, vooral nuttig werk van Promes. Van Ooyen aan de rechterkant begonnen, maar nu al een tijdje op de linkerflank. Tegenover Dankerlui. Van Ooyen, lekker de bal en de goal van Mlappa. Dat is dus succesvol. En daar waar Willem II de eerste helft heeft gedomineerd, staat VVV kort voor rust op voorsprong. 8e doelpunt van het seizoen voor Mlappa. Na een fijne voorzet van Peter van Ooyen. Goede opening ook van Joosten.
Dan kan hij de bal hier rustig aannemen. Dankerlui loopt eigenlijk vooral achteruit. Wellenreuter staat niet echt goed. En Mlappa kan vrij binnenkoppen. Özbiliz. Meissner. En goed gekiept weer door Oenerstal. Komt weer zo'n verre ingooi. Koen kan dat aan de andere kant. Nu is het hier vanaf de rechterflank. Moreno Rutte. Post. Die krijg je niet van de bal. Goede bal ook trouwens. En de keeper heeft hem. Niet over de doellijn. Wel een Reuter kan oprapen. Maar daar was het bijna 2-0 voor VVV. En is die bal, die kopbal van Ooyen dan over de doellijn? Ik denk het niet. Geen doelpunt. Maar het was wel levensgevaarlijk voor Willem II. Ook bijna niet te doen. Wel gedeeltelijk over de doellijn, maar toch niet in zijn geheel. En dus geen treffer. Daniel Crowley. Dus Billy's, Crowley, Isaac bij de eerste paal. Weer een hoekschop. Meissner naar de eerste paal. Oh, goede kopbal van Jordens Peters. En dat scheelt niet veel. Goed getimed door de aanvoerder van Willem II. Komt los van Promes. Daar komt Willem II. Overtreding en een penalty zelfs. Want het is in het strafschopgebied. Promes vloert. De invaller Pavlidis. Daar waar de bal toch al weg is. Simon Mulder kent geen twijfel. En het is inderdaad een overtreding van Promes. Pavlidis zoekt hem wel op. Maar Promes laat zijn been staan. Dat is niet slim. Crowley achter de bal. En raak. Het is 1-1 in de koel. Let op het rechterbeen van Promes. Ja. Hij raakt hem gewoon. Hij brengt hem ten val. Dan kun je als scheidsrechter niets anders doen. Het staat 1-1 in Venlo. Belangrijke 1-1 van Crowley. Die in de eerste helft natuurlijk al had kunnen scoren. Hey, snijd! Hey! Ja, wat nou, man? Die staat er met zijn neus bovenop. Ja, kom op, man! Stijn boos, omdat hij zag dat de ingooi eigenlijk voor VVV was. VVV wacht af, schakelt om. Mlappa, Söntjens. Joosten. Ja, is een goede bal. Kans voor Söntjens, maar het blok van Meissner. Heel veel ruimte voor Ralf Söntjens om uit te halen. Kijk eens hoe Willem II er nu uit is. Met Vroesai. Pavlidis maakt ruimte. Vroesai doet het helemaal alleen. Maar krijgt de bal niet tussen de palen. Daar was al bijna de derde van Vroesai in dienst van Willem II. Hier de mogelijkheid voor Söntjens. En een paar tellen later is Vroesai heel snel aan de overkant. Is goed gespeeld, zwak verdedigd door Koem. En achter het stam weer langs, hij zit er bijna in. Pavlidis. Een spits om rekening mee te houden, want hij verrast. Is onberekenbaar. Ook Reusler zag dit niet aankomen. Ook Grot gaat in de ploeg komen. Susic gaat eraf. Gaat Van Ooyen op het middenveld spelen. Die meldt zich nu eventjes bij Maurice Stijn langs de lijn. Lindhorst
groot talent. Dit doet hij voortreffelijk. Van Ooyen, kans voor Mlappa. Mlappa, dat moet hem zijn en dat is hem. Het staat 2-1 voor VVV. Zo sorteert die wissel van Maurice Steijn. Meteen effect. Van Ooyen naar het middenveld. Van Ooyen bereikt Mlappa. En Mlappa maakt zijn tweede doelpunt van de avond. Willem 2 op het verkeerde been. Goed werk van Lindhorst. En Mlappa, ja, zo'n kans is aan hem wel besteed. Mlappa. IJzersterk aan de bal. Grot. Wel afgetroefd door Tapia. Crowley. Geen overtreding ditmaal van Moreno Rutte. Suntjens. Klaarleggen voor Joosten. Hard geraakt die bal. Daarna als middenveld. Moreno Rutte. Van Ooyen. Een soort van gallery play nu zelfs van VVV. En een goede bal op Joosten. Wordt het hier beslist. Joosten gaat voor zijn eigen kans. Terwijl er twee ploeggenoten vrij staan voor het doel. Seuntjens en Mlappa. Dat mag Joosten zich aanrekenen dat dit niet de 3-1 oplevert. Hier is het laatste fluitsignaal. Ontlading bij Maurice Steijn. Ontlading bij de supporters van VVV. Want er wordt met 2-1 gewonnen van Willem II. En die overwinning volgt op 2 nederlagen voor de Limburgers. Een belangrijke overwinning dus. En daar zag het in de tweede helft lange tijd niet naar uit. Want Willem II was na de 1-1 van Crowley sterker in de koel. Maar uiteindelijk wint de ploeg van Steijn. En maakt VVV een mooie sprong op de ranglijst.